Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en vandaag gaan we weer verder met een nieuwe Far Cry 3. En de eerste 16 afleveringen die jullie hebben gezien was meteen de eerste dag dat Far Cry 3 uitkwam. Toen ging ik... Shit! Oh, ze zien me! Ik ga dood. Ze kwamen meteen aanrijden, meteen knik. Nee, maar de eerste afleveringen, de eerste 16 afleveringen die jullie hebben gezien, was meteen de eerste dag dat Far Cry 3 uitkwam. Ik zag mensen zeggen van, gebruik dat Tokkeltown nou eens. Maar ja, de eerste dag wist ik dat nog niet. En ja, daarom zeggen jullie constant dat ik dat... Holy shit, wat was dat even laggy. Dat ik geen Tokkeltown gebruikte. Vandaar dus. Daarachter. Ik heb eventjes wat... dingen vrijgespeeld, wat torens vrijgespeeld, want dat wordt wel heel erg herhaaldelijk. Daarnaast heb ik nog wat dingen geüpgrade als het goed is. En de volgende missie was praat met Buck, want we waren op het strand de vorige aflevering en we kregen zo'n heel raar rond ding. En we gaan nu met Buck praten, dus let's go to Buck. What the Buck? Ik ben benieuwd wat Buck ons allemaal te zeggen heeft. Ah, ja, oh jeez. Hoppakee! Doei, peoples. Rijden we zo goed? Oh shit. Ik rijd ze gewoon langs. Het is een tijdje geleden dat ik dit heb gedaan, Far Cry. Want ja, ik had de eerste dag had ik meteen alles opgenomen, want ik vond het zo super vet. Het spel was zo super vet, dat ik meteen helemaal in een opneemsfeer was. En we doen hem ook gewoon maandag tot en met zondag. Wat een... Wow! Motherfuckers. Dus ik weet nu een stuk meer ook over Vaas en zo en de Far Cry Experience, short film, movies... En gewoon het hele doel ervan. Ik heb een stuk meer knowledge. Maar waar de fuck is Buck? Hier waren we net. Dan moeten we hier ook heen. Dat is de fuck. Oh, dat meen je niet. Ik ga hier nu langs een kamp. Oh, ik moet om deze baai heen. Shit! Ik moet niet naar dit kamp. Nee. Hij ziet me niet. Oeh, hij zag me bijna. Oh, lol. Die auto. Oh, nog een auto of wat? Ja, nog een auto. Fuck. Fuck. Ze hebben nu machinegeweer en dat is fucking irritant. Auw. Weg. Ik denk nou alweer dood. Ik ga je niet menen. Dat is irritant, man. Irritant die dingen. Wat nu? Waar laat ik? Mooi zo. Ik laat nu bij dat kamp zeker. Of waar ben ik nu eigenlijk? Ik ben daar. Ja, bij dat kamp. Dat is mooi. Ja, ik ga zo vaak dood, joh. Dat maakt ook geen fuck uit. Ik hecht er ook weinig waarde aan, omdat je gewoon met dezelfde stuff kom je hier gewoon weer. En ook dichtbij een soort checkpoint. Dat kamp gaan we niet overvallen. Ik heb wel één kamp gepakt toen ik niet livestreamde. Of toen ik niet video maakte. Oh, jeez. En dat ging op een epische manier. Ik vond het jammer dat ik dat niet recorde. Maar sommige dingen zijn gewoon te langdradig om ook allemaal te laten zien. En soms ben ik ook niet in de positie om te kunnen opnemen, snap je? Wij gaan de verhaallijn verder en we gaan met Buck praten. En we zien wel hoe ver het komt en wat we allemaal laten zien. La 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 la. Oh, sorry. Ik voelde me heel erg aangetrokken tot de muziek. Allemaal bladeren hier. Hè. Ik denk dat we hier naar rechts moeten, want anders komt het ook helemaal niet goed. Oh, wat is dat? Dat is een kamp. Where the fuck is Buck? Oh shit, dat is een auto. Gelukkig hebben hun geen machinegeweer. Die machinegeweer zijn echt zwaar irritant. Buck zit er helemaal hier aan het einde van een eilandje. Zo, ze halen me diep. Diep in, wou ik zeggen. Oh nee, dat meen je niet. Kom dan, kom dan. Huh? Reis je nou weg? Chill. Moet ik hier met Buck praten? What the hell? Ik vind het een leuk gewetje trouwens. Ik zie hier een vaas. Een vaas. Hoe kom ik daar? Hubbe? Hoe kom ik daar eigenlijk? Huh? Ik kan daar niet in. Ik ben benieuwd hoe ik daarin kom. Nu moeten we eerst naar beneden zien te gaan. Oh, kan je heel makkelijk zo. En dan gaan we eens kijken. Oh, daar is hij. Daar is Buck. Wat, we hebben met Buck, weten we eigenlijk net. Jason. Don't get your knickers in a twist. Ben je ongesteld? What kind of bloody game you are? I'm just a spectator here. I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. Hmm? You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody Japs, right? They form a special unit of, you know, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building the bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for? Fuck. No. I should cane you for that. I really should, but you know what? I won't. I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow-Yang. Chow-Yang? His flagship that used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. That bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lesson's over. Bedankt, leraar Buck. De history lesson is over. I'm gonna kill that motherfucker. Volg het kompas om de ingang te vinden. Volg het kompas om de ingang te vinden. Ik sta ervoor en er staat ga de bunker in. What the fuck? Ik heb dat kompas nog helemaal niet nodig, man. Oh, shut the fuck up, hermano. Oké, iets te veel vaas. Allemaal ratten hier. Wow. They really wrecked this place. Wat de hel gebeurt hier met de belichting? De belichting is een beetje raar. Zo. Het is echt helemaal kaputski. Waar moet ik heen? Oh, ik moet daar naar beneden. Okidoki. Hey, medic, medic. Daarom konden we hierheen. Hoe komen we daar? Hoe doe we kom beneden? Wat hoor ik allemaal, joh? Wat is het? Oh, jezus! Oh, fucking hell! Godverdomme! Oh, sorry. Ik mag niet schelden. Er zat gewoon een slang naast. Kutslang. Oh, shit. Shit, man. Daar schrok ik wel van. Ja. Dat zeg ik eerlijk. Daar schrok ik zeker weten van. Ga naar de duikbootdok. Ja, dat zou ik graag willen. Maar hoe kom ik daar? Ha, kijk. Goed om me heen kijken. Oh shit, de slang. Kutslangen. Onder die bladeren hier. We gaan er wel even kijken, of niet? Kijk, hij zit er gewoon onder de bladeren. Fucking hell. We gaan naar de duikbootdok. Waar moet ik heen? Ah, kijk. Nou, Jason. Holy shit. Vaas's men are here? Ja. Vaas'se mannen zijn hier. What the hell? Oké. Oeh. Fuck. Shoot them like they shot a buddy. Where is this asshole? Huh? Where? Wat als ik hem neerschiet? Ik heb een silencer. Shit, volgens mij hebben ze me gezien. Of niet? Kan ik hier niet ergens op? Kut. Oh shit. Zie je hem daar? Wow, wat de hel? Ik zag even iets hier beneden. Als hij daar nog steeds is. Ja, hij is daar nog. Dan elimineren we hem. Kut. Oh shit. Wow. Daar komen ze. Gaan we hier naar boven? Nothing to worry about. Mooi, denk dat maar. Ik wil zo graag dit allemaal in stealth mode doen. Dat is zo leuk, hè? Ik vind dat echt... Hoorden ze wat? Holy fuck! Heeft hij mij gezien? Nee, hij heeft mij vast niet gezien. Even for you, my friend? Oh shit, daar zit ook nog iemand. Shit! Nee, 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 nee. Kom maar op, jij. kut. Dat sloeg helemaal nergens op. Waarom deed ik dat? Burn in hell, jij. Jesus Christ. Ja, zijn geweer ligt daar, maar dit vind ik wel een fijn geweer. Hoppakee. Wat doen Vaas zijn man hier eigenlijk? Hoppakee. Zoek de ingang van de grot. Het lijkt nu alsof we weer naar buiten gaan. Let's go. Waar leidt dit naartoe, jongens? Wat? Shit! Whose body is that? Shit! Oh my god! Oh nee. Fuck. Kom maar op. Wow! Kom maar op. Oh fuck. Kom maar, kom maar, kom maar. Huh? Wat de hel? Oh, is dat zo'n ding die... Oké. Okay. Say hello to my little friend. Oh! Oké. Ophouden nou. Wat heb jij allemaal? Gebruikte naalden. Identiteitsplaatje. Munitie, machinepistool. Oké. Okay. Oh nee, shit. No. Oh, what the fuck? I want my gun back. Thank you very much. Wat is dit? Alright! That's how we do it. Dacht ik even. Wat gaan we hier vinden? That's the question. Oh shit, apen, apen, apen! Oh my god, apen! Volgende keer gaan we verder. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Druk op dat duimpje omhoog en tot de volgende keer bij een nieuwe Far Cry 3. Bye!